En toen maakte ik wat ik dan zelf noemde Haagse house. Dat was van het koerhuis, noemde ik dat. Of uh, tremhuis noemde ik het ook wel. En dan trad ik in mijn eentje op en uh, ook op housefeesten en zo, je kan je je niet voorstellen, en dan stond ik daar met een gitaar en een opblaaspop op mijn rug. Voor god maar weet waarom. Ja, vond ik interessant. En dan deed ik dus Haagstalige liedjes. En um, ja, dan kwam ik heel vaak in dit soort zaaltjes. Dan trad je ook op. Uh, uh, natuurlijk met, met de allemaal Haagse liedjes. En, en uh, het was wel zo, op een gegeven moment stond ik langer te lullen dan gitaar te spelen. Want dat vond ik toch ook wel leuk. En toen was er een mevrouw en die kwam naar een optreden naar mij toe. Dat was in Den Haag. Daar had je een gekraakte... Uh, Discotheek die heette Nastasta. En na, het was midden in de nacht, en drie uur nachts stond ik daar op te treden. En mensen gooiden met tomaten. En ik gooide terug met carbonades. Het was werkelijk maar één, één grote uh, orgie van ellende, was het. En na afloop kwam er een, een, een jonge vrouw naar mij toe die zei: Ik vind die liedjes wel leuk, maar dat geoude er tussendoor is veel leuker. Daar moest je mee doorgaan. En dat was Brigitte Kaandorp.